Hallo iedereen en welkom bij Vlogmas dag 8. Welkom terug op mijn YouTube kanaal voor Vlogmas. Vandaag heb ik een iets ander soort video. Ik heb namelijk een haul van loungewear. Ik weet niet of jullie loungewear kennen. Ze zijn wel best lang actief en redelijk bekend ook. Ze hebben loungepakjes voor een huis, zoals het woord al wel zegt. Maar ze hebben ook lingerie, heel veel mooie dingen. Ik heb er best al wel veel van, want door de jaren heen heb ik al wel redelijk wat gekocht bij hun. De lingerie zit ook super goed, als ook de huispakjes. Dus ik ben wel zeker een fan. En ik ga jullie vandaag laten zien wat ik heb gekocht. En ik ga ook op het einde alles weer aandoen. Als eerste heb ik al iets aan van loungewear. Dit is een lounge topje in een grijs-paarsige kleur. En daar hoort ook een broek bij met brede pijpen. As you can see. Maar die gaan jullie wel straks in de try-on haul beter zien. Ik heb dit in een maatje small. En alle lingerie die ik heb, heb ik altijd een small broekje. En een 75C topje. Ik weet niet of die maten hier anders werken. Muffin springt trouwens op de stoel. Dus hopelijk dat de camera blijft staan. Kijken of die maten hier anders werken, maar ik denk het niet. Ah ja, oké, dus dit zijn, je kunt UK en US sizes, of je kunt ook European size. En European size, dus zo noemt dat, zo staat dat daar, heb ik maatje 80C in alle BH's. En broekjes zijn dus een small. Als eerste ga ik beginnen met mijn favoriet. Die heb ik al vrij veel gedragen. Ik heb het pakje nu denk ik een dikke week. En ik heb deze echt wel al 3 of 4 dagen gedragen. Dit is een bruine BH in een ribbeltjesstof. Super mooi. Die is voorgevormd, die is wired, maar die heeft geen padding erin. Dus dat vind ik super aangenaam. Dat draag ik het liefst, omdat dat het gemakkelijkst zit. Daar zit je geen stijve tepels in of zo als het koud is. Maar dat is toch niet zoveel padding. Ik heb natuurlijk ook mijn borsten gedaan, een borstvergroting gehad 6 jaar geleden. Dus ik heb het niet nodig om padding te hebben. Maar als je graag een BH draagt met padding, dan is deze niet voor u. Maar ik vind dit echt een zalige BH. Ook zo'n t-shirt stof en die zit zo goed. Muffin. Nee. Bijhorend bij deze BH heb ik dit slipje. Ook super tof, super mooi. Zo'n beetje een cut-out van voor als zo boy shorts. Dus dat vind ik wel een leuk detail. En dit is de achterkant. Ik draag meestal strings. Dat is natuurlijk persoonlijke keuze of persoonlijke smaak. Ik vind dat dat het beste zit. Ik weet dat er velen dat niet leuk vinden of niet aangenaam. Maar ze hebben strings, ze hebben gewone briefs, maar ze hebben ook zo'n meer een shortjes modelletje. Dus voor iedereen wat wils. Nou, dit is dus mijn eerste setje. Dan het volgende setje wat ik heb gekozen is rood. Dat is dit. Dit is wel, hier zit wel wat padding in van onder. Het is rood kant, zoals je kunt zien. Helemaal een lace. En dan de straps zijn wit en er staat op lounge in het zwart. Ook aanpasbare straps. En ook weer met zo aanpasbare haakjes. Dus super handig. Hier zit trouwens ook wel wat vulling in. Dus deze is ook voorgevormd. Hier zit geen beugel in. Maar die heeft wel zo de vorm ervan. Dus ik denk dat dit ook zo'n modelletje is wat super zalig gaat zitten en super zacht is. Maar hier zit dus geen beugel in, maar wel padding. Dus voor de mensen die graag padding hebben. En ook daarbij heb ik weer een string. Rood met dezelfde details aan de kant. En van achter is hem zo. Dus super mooi. Om in de rode trend te blijven heb ik deze lace bra.
Deze is rood. Hier zit wel een beugel in. Maar die is helemaal uit kant. Geen vulling, geen padding, niet voorgevormd. Wel super mooi en heel flatterend vind ik deze setjes van hun. Ik vind dat zeer vrouwelijk, zeer sexy. En ja, gewoon echt super mooi. Ook het detail hier in het midden vind ik super mooi. En daarbij heb ik ook weer een string met kant van voor en zo wat mesh van achter. Dan heb ik een olijfgroene kleur. Olijfgroen, ja. Zo meer lichtgroen. Licht olijfgroen, zo zou ik het noemen. Maar dit is het. Dit is een braletje meer. Nou, ook weer super aangenaam om aan te doen. Heel zacht t-shirt stof. Natuurlijk niet voorgevormd, want in een braletje is dat meestal niet. Maar echt super mooi. Super schattig, classy. Deze heeft van achter wel geen sluiting. Dus die is echt om over je hoofd aan te doen. Echt zoals een braletje vaak is of een sport BH. En ook daarbij heb ik weer een onderbroek. Met een mooie dikke band langs de kant. Super zacht stofje. En dit is de achterkant. Dit is eerder zo een setje wat ik zou aandoen om in te slapen 's nachts. Ik slaap graag in zo van die braletjes wat heel zacht aanvoelt. En dan met zo'n string erbij. En dan, last but not least, heb ik een zwart setje. Ik hou echt van zwart, zoals ik al zei. Rood en zwart zijn echt mijn favoriete lingerie kleuren. En ik vind zwart past echt bij iedereen, is altijd mooi. En ik vind zelf dat zwart mij wel goed staat. Dus daarom heb ik ook nog een zwart. Dat is dit. Hier van onder hebben we mesh. En dan, dit is weer een super zacht t-shirt stofje. Ik wou echt dat jullie dat konden voelen. Het is echt zo zacht. En dit is dan helemaal uit mesh. Zo ziet het eruit. Dit is de achterkant, ook weer om over je hoofd te doen. Die heb ik trouwens in small, want ze vallen wel groter uit. Zoals deze is ook een small. Maar zoals je ziet, waar dat de borst in gaat, is wel best groot. Dus ik zou zeker in die setjes een maatje kleiner nemen. Ik neem normaal een medium in braletjes, maar ik weet dat loungewear iets kleiner, iets groter valt in zijn braletjes. Dus daarom neem ik een maatje kleiner. En dit is het broekje. Ook weer met het mesh detail van voor. En ook van achter het mesh detail. Dus super cute. En dat was alles wat ik van loungewear heb. Ik ga nu ook alles aanpassen voor jullie. Maar ik wil eerst nog even laten weten dat ik ook een discountcode heb. Die is Thalisa10 en die geeft jullie 10% op alles op de webshop van loungewear. Zowel de lounge kleding als de lingerie. I guess I really don't know what Christmas is all about. Chestnuts roasting, Jack Frost nipping at your nose. So I'm offering a simple phrase. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas.